Ja, teleurstellend. Zeer teleurstellend zelfs, zeg maar. De horeca blijft voorlopig dicht. Een doorn in het oog van iedere horecaondernemer. Een café zonder gasten, dat is eigenlijk niets. Nee, dat is zeker niks. Dat is, ik ben hier elke dag. We zijn genoeg dingen aan het doen om de tijd toch goed vol te maken en weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Maar ja, dat doet pijn. Elke dag een lege kroeg en een leeg terras. Dat hoort niet. Nee, inderdaad. Ik mag eigenlijk al 2 jaar mijn passie niet uitoefenen. Soms met maatregelen, zeg maar. Maar gewoon, ja, de leukheid is eraf op dit moment. Veel cafés doen zaterdag uit protest de deuren open. Waaronder Café Anneke in Wijchen. Nou ja, wij gaan morgen algeheel in Wijchen. We hebben er wel over gesproken met de collega's van ja, wat doen wij. En wij gaan morgen als protest gaan wij tussen 11 en 4 gaan wij open. Puur buiten, dus op het terras, niet binnen. Om toch onze gasten te kunnen plezieren, zeg maar. Maar ook voor ons eigen dingetje weer, omdat we weer ons vak kunnen uitoefenen. Maar gewoon ook als statement van jongens, het kan in de horeca wel heel veilig. Sommige horecaondernemers doen niet mee, al zouden ze heel graag willen. Nee, dat gaan we niet doen. Wat ik zeg, ik kan het ook niet aan zien komen. Voor 1 dag dan de voorraad weer op peil brengen. We zijn ook aan het verbouwen. De keuken zijn we aan het klaarmaken. Dus we waren er ook niet klaar voor. Iedereen die dat wel doet, ieder voor zich, dat mag. Ik steun iedereen die open gaat, want het duurt te lang. Dit kan ook niet. Maar wij zijn er morgen van niet klaar voor. Van den Berg en Coat hopen dat er vanuit Den Haag snel wordt besloten om de horeca weer te openen. Ze zijn ervan overtuigd dat het veilig kan. Nou, we kunnen het op een hele veilige manier, dat hebben we al aangetoond. De meeste besmettingen zaten niet bij ons. We houden 1,5 meter schermpjes. Hier de capaciteit gewoon aangepast op degene wat mocht. Ik denk dat het hier veiliger is dan thuis, want ja, ik zie het ook om me heen, de feesten thuis. Mijn personeel die is ook niet meer te houden, die spreken ook bij elkaar af. Nou ja, ik heb het idee dat Den Haag gewoon niet exact weet wat er nou hier speelt, bij mij bijvoorbeeld, of bij mijn collega's. Dus ik zou ze eigenlijk willen uitnodigen om gewoon eens een keer, kom eens echt naar de steden toe en laat je ze zien. En kijk eens van hoe het daar gaat en kijk eens ook hoe het ging in de horeca, zeg maar, want hier is het gewoon veilig.